Yo guys van Game met Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. En vandaag zijn we er weer mensen. Vandaag zijn we hier niet alleen, we zijn vandaag met Best PvP EU. Die had, ja, hij zit ook in een Teamspeak. Hij had mij vorige keer een gun verkocht, maar nu zit hij ook op Teamspeak. En ik mocht met hem mee met Lucrace. En hij zei, ik heb Greco's. Ik dacht, ik heb nog een Fastpass, dus ik kan die, ja, kunnen we dan samen gaan. Dan kan ik die Fastpass gebruiken en dan kan hij zijn crates openen en dan kunnen we een mooie video maken. En hoeveel coins ga jij gebruiken? Ik weet niet of jullie hem goed horen, dus dat weet ik niet, maar ik denk het wel. Praat eens even. 22. Oké, 22 coins heeft hij. Je hebt wel een beetje achtergrond geluid, maar dat maakt niks uit. Jullie horen straks ook als we gaan openen. Dus nu hier horen jullie die mensen ook die het openen zijn. Dus een nieuw gebiedje. Het ziet er wel grappig uit. Kan via portals kan je daarin. Dus ja, wat ga je openen? Twee epics of één epic en vier normale? Ja, ik denk dat één epic en vier normale de beste is. Wat je daar het meest uit krijgt. Want anders heb je die twee Grey coins nog over, of niet? Ja. Ja, dan gaan we dat doen. Nou, in ieder geval, gaan wij in de rij staan, denk ik, of niet. En dan zien jullie ons, wanneer we aan de beurt zijn. Laat natuurlijk ook een like achter op deze video. Ja, leid me naar de rij ondertussen. Zo, hoppakee. Even hier overheen, hop. Kom op. Werk, stom ding. In ieder geval, ja, we laten zien als we aan de beurt zijn. En probeer even die 500 likes weer aan te tikken. Zou tof zijn. En vergeet zeker niet te abonneren vast. En dan, zien jullie ons zo meteen als we aan de beurt zijn. Ja mensen, we zijn aan de beurt. Ja, doe je bestelling maar bij Goosie. Doe je bestelling maar. 4 normal en 1 epic. 4 normal en 1 epic. En dan gaat Goosie even rekenen. Dat is 22 coins. Ja. Nou, hopelijk zegt hij niks van de fastpass. Kunnen we houden, maar ik denk het wel. Hier heb je de fastpass. Ik dacht misschien vergeet hij het, maar nee. Nou, wat denk je, wat zat er vandaag in, Solly? Een gouden auto? Alles. Een gouden alles. Een gouden auto, een... mogen hierin? Oh, dit gaat ook niet. Oh ja, we moeten wachten hier. Nou, in ieder geval mensen, jullie zien ons weer. Als we aan de beurt zijn, een goldcoin zat erin. Een gouden auto en nog veel meer. Maar jullie zien het zo als ik aan de beurt ben met Solly. Ja mensen, we zijn aan de beurt en ik zet zo meteen ook het teamspeak geluid van de crate openers aan. Ik weet niet wie het zijn, volgens mij Willem en Kilder zijn momenteel. Dus ik zet hun geluid nu ook aan, dus dan horen jullie hun ook en dan zijn we nu in de beurt. Er zijn volgens mij nog niet heel veel goede items uit. Net de beurt voor ons is er iets supergoeds uitgegaan. Maar ja, wie weet pakken wij nu iets supergoeds. Dus ja, Stolly, wat denk jij? Ga je iets goeds pakken? Mooie items, oké. Nou, ik weet niet, als we door de poortje mogen, ik zet het teamspeak geluid van hun ook aan. Hij neemt Max mee. Welkom in de video. Welkom in de video. Welkom in de video, Willem. Welkom in de video. Oh god, een video. Oh nee. Extra ons best doen. 4 normals, 1 epics. Nou, best PvP, we gaan lekker naar de groene map. Max, jij mag kiezen. En dan gaan we even kijken wat het voor jou gaat worden. 7 sowieso. Max kiest. Nou, Max brandlos. 7 epic. Max, nummertje. 7 epic, ja, maar we zijn eerst bij de normals. Ah. Waar is de wat is de normal, Stolly? Ik weet dat niet. Max, hè? Max die dat direct gestapeld? Ja, Max die denkt, hey, we gaan meteen voor de epic. Nee, heel die bovenste rij. Wie normals als eerste? Heel die bovenste rij, oké. Dan heb je altijd wat goed, Stolly, denk ik. Want ze doen altijd, denk ik, gewoon invullen. Goed, goed, slecht, goed, ofzo, zoiets. En nummertje 16. Oké. Okay. Nou, let's go. En dan mag jij één epicje uitkiezen. Ik ga eens kijken. Is nummertje 7? Nummertje 7 is er nog wel, Max. Wil je nummertje 7 als epic? Ja, doe 7, doe 7. Ja. Of wil jij een andere? Ja, 7 is mijn geluksgetal. Hij wil nummertje 7. Oké. Okay. Dat is geluksgetal. Nummertje 7 erbij. Dan gaan we naar voren toe en dan gaan we kijken wat er in deze epic zit. Als eerste heb ik voor jou. Spannend. Olive de Boots, noem het Chanted. Met daarboven een Piranha Enchanted Leggings. Brownie de non-enchanted chestplate. En een hele mooie enchanted. Oeh, dat is wel nice, dat is wel nice. Als volgende heb ik voor jou Nero de Boots non-enchanted. Met een Droom non-enchanted leggings. Opaal Groen de enchanted chestplate. En een Greydale non-enchanted helmpje. Uit jouw volgende crate heb jij dat gekregen. Speedboots 0.03. Ah, nice. Met daarboven Pacific Blue, de non-enchanted boots. Een groen non-enchanted chestplate. En als laatste de Navy Blue enchanted helm. Oeh. Was dat het?
Jouw laatste normal creature laatste bestaat normal uit. Het is normal normal. Hoorde de non-enchanted toets. Met daarboven een vuurrood non-enchanted broek. Bronskold, de non-enchanted chestplate. En een hele mooie shield. Shield, pak hem op. Dan. De epic, of niet? Jouw volgende... Of is het nog steeds normal? Items. Jouw epic kreetje bestaat uit... Green Arrow, de boots, enchanted. Met daarboven een Bordeaux, enchanted helmpie. Vegan, de enchanted leggings. Een unbreakable elytra, je hebt er al een om, maar deze is sowieso unbreakable. Oké, okay, nice, nice. Ook al nice. Unbreakable was, maar deze wel. En een super epic item, non-enchanted Twitter leggings. Nice. En dat waren al jouw items voor deze avond, van jouw loot crate. Oeh, zijn wel nice items. Heb je het? No, die dropte je net. Nou, waar moeten we heen? Waar moeten we heen? Ja, ik heb altijd Max al een keer willen aanrijden, jongens hoor. Max en Best PP, heel erg bedankt voor het komen. En dan mogen jullie beide... Oeh, ja, we hebben best, je hebt best wel veel nice stuff. Alleen, niet die gouden auto. Gouden auto, man. Nou, in ieder geval helaas niet de gouden auto, maar wel, wat hebben we allemaal? Een Umbreak van Elytra, Speed Boot, Shield, een koffer, een... Wat nog meer? Twitter leggings. Twitter, oké, dat is best wel zieke crates voor, ja. En de koffer, dus denk waarde van 500.000 euro of zo. Ongeveer, denk je of niet? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk ongeveer waarde van 500.000 euro. Dat is in principe echt wel een super goede crate eigenlijk. Want uit het normals heb je gewoon een shield, een koffer, een... Wat heb je nog meer? Een speedboots uit een normal crate. Dus dat is al super goed. Dus ik denk dat dit wel een redelijk nice crate openingetje was. Laat achter wat jullie ervan vonden, mensen. Hebben jullie beter gehad? Laat achter of jij ook je crates hebt geopend. En wat jij hebt gehad, heb jij iets beters gehad als ons? Laat het natuurlijk achter. En ja, helaas niet de gouden auto, alleen ja... Ik weet niet, hoeveel crates waren er nog over? Niet zo heel veel meer, dus de kans Er zijn 0 crates nog meer over. Oh, er zijn letterlijk 0 crates, dus hij krijgt er nou, denk ik, of wat. Oh nee, er staan nog mensen in de rij natuurlijk, die ook hebben gekocht. Dus ja, één van de volgende gaat die krijgen, helaas waren wij niet, we hadden verkeerd nummer gekozen. Maar in principe, het werkte wel de tactiek van de kisten naast elkaar pakken. Want ze hadden best in elk kistje wel één goed item daar. Dus in principe, dat was wel handig in ieder geval. Ja, dit was dus de video. Wil je nog wat zeggen, Stolly? Abonneer op Stolly PvP. Nou, abonneer op Stolly PvP. Hoor ik hier. Van hem moeten we vaker loot crates openen. Laat het ook achter in de reacties. Vond je het leuk? Doe dan ook gewoon een like. Dus hoe meer likes, hoe beter ik weet dat jullie het meer willen zien. In ieder geval, dat was het dan. Volg mij ook op Twitter voor alle updates. Link staat in de beschrijving. En vergeet zeker niet te abonneren. Dank je voor het kijken. SO naar Voltix. En tot de volgende keer. Doei!